Yo kijkers, wat je op XXL en welkom bij de allereerste aflevering van Pokémon Heart Gold. En vandaag beginnen wij het spel als allereerste gewoon. En wij zijn hier aangekomen. No info needed. En daar gaan we. Eén seconde, mensen. Ik heb het gevoel dat hij niet... Nee, hij komt goed. Ik fix heel even wat, mensen. Kijk. Natuurlijk ook dat jullie alles zien. Oké, ik denk dat jullie het nu wel goed zien. En dan gaan we beginnen. Nou, dit is allemaal saai. Ga ik ook niet allemaal voorlezen, verder wel. En dan wachten we tot wij in de echte wereld spawnen. Ik ben een jongen natuurlijk. Oké. En ik speel het trouwens op de computer, op een emulator in... Hij heet D-E-S-M-U-M-E. Ik vind er niet echt logica in zitten. Maar ik ga heel even mijn volume wat omlaag gooien. Zo. Oké, dit is op zijn laagst. Oké, anders horen jullie me misschien niet goed, want ik moet nou ook wat zachter zijn. Van mijn zusje die slaapt. Oké, laten we verder gaan. In the world of Pokémon. Wat ik wel even wil zeggen nog, is ik heb uiteindelijk, kan ik dus cheat codes invoeren. En dan kan ik bijvoorbeeld nog andere legendarische vormen van events en zo. Dat ga ik wel doen. Maar dat doe ik aan het einde ergens pas. Oké, gaan we verder. Jasper, you're finally awake. Your friend Lyra was just here. She was playing hide and seek with her Merle. Oh, I almost forgot. Our acquaintance? Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Acquaintance of zo. Professor Elm was looking for you. He said he had a favor to ask of you. You know where the lab is, right? It's right next to... Wow, daar kwam ik niet helemaal uit. Ik weet niet meer wat het stond. By the way, do you have everything you need to go out? Here, use this bag to carry things. This is your trainer card. You can save a record of your progress. These are also rather helpful. Nou, wij gebruiken gewoon de... opslagmanier van het ding. En ik hoop dat dit keer de graphics niet geglitcht raken. Ik kan niks beloven, want het is me vorige keer gebeurd, maar ik denk dat het nu niet per se gebeurt. Just trying to touch the buttons and you know what to do in no time. Oké, dat betekent dat wij naar het lab gaan. Ah, daar komt Lyra. En die gaat er ook gelijk weer vandoor. Laten wij het huisje even ingaan. En daar is Professor Elm. Hey, Jasper. I've been waiting for you. Oh, ik heb mijn scherm valt uit. Oh, beter. I've been waiting for you. Do you know anything about my research? As you know, Pokemon are carried in Pokeballs these days. But before the Pokeball was invented, people used to walk with one. Just like your friend Lyra does. Pokeballs are great because you can carry many Pokemon. But walking with Pokemon must have some advantages. It could have something to do with how Pokemon grow or evolve. So I'm going to give you a Pokemon.
You can walk beside this Pokémon outside of its ball to see if this brings any special feelings or bonds between Pokémon and people. The device over there has some Pokémon you could choose from. Okay, hij wordt genoemd. Oh hey, I got an email. Okay. Hey listen, I have this acquaintance that people call Mr. Pokémon. He keeps finding weird things and raving about his discoveries. Anyway, I just got an email from him saying that this time it's real. It's probably another Pokémon egg, but we're still so busy with our Pokémon research. Wait, I know. You can go in a place, right? Can we count on you? You can choose one of the Pokémon over there. Okay, laten we checken. We hebben Totodile, Chikorita en Cyndaquil. Ik ga voor Cyndaquil. Jasper received Cyndaquil. One second. Okay. We hebben Cyndaquil. Wil ik hem een naam geven? Ik geef hem nu geen naam. Eén moment. Want dit is... Oké. Okay. Doe even dit zo, oké? Okay? Oké, here we go. Oh, wacht. Er komt weer tekst. How do you like walking with your Pokémon? It's not bad, is it? Nee, inderdaad. Hey, kom. Oké. Okay. You can take it all the way to Mr. Pokémon's house. If your Pokémon gets hurt, you should heal it with this machine. So easy to use, just check the PC on my desk. Mr. Pokémon goes everywhere and finds rarities. His house is past the Cherubrov City. Go north a little past Cherubrov. I'm counting on you, Jasper. Okay, dus als je hier doet. If you like to heal your Pokémon, okay. Kunnen we healen? Nee. Of niet nog een keer. Oké, dan gaan we naar Cherubrov. Oh. Ik stel even iets afsluiten hoor. Oh, everything is glitching. Sorry. Ik had net iets misgeklikt. Het is heel lastig om dit op te nemen, mensen. Dus. Mijn excuses als er af en toe wat fout gaat. I want you to have these to help you with your task. Obtains the potions. Okay. Pokemon are weak in the beginning. Don't hesitate to use a potion if you think yours is in danger. Nee, dat zullen wij zeker niet doen. Want later gaan wij ook hyper potions krijgen. Oh, daar is Lyra. Jasper! So you picked up a Cyndaquil. That's a cute Pokemon you have. When you walk with it, it will become more friendly. Ik kan echt niet praten vandaag. You should turn around and talk to it sometimes too. Oh, that's right. Why don't you show it to your mom? See ya. Laten we het nou maar even aan onze mom laten zien. Dan. There she is. Oké. Okay. Oh, Jasper, that's a cute Pokémon you have. Elmas have given it to you. Oh, Professor Elm has a task for you, you say. What kind of task? I see, that sounds a little difficult. When someone makes that kind of request of you, it must be important. Oh, that's right, I completely forgot. Your Pokégear came back from the repair shop. Here you go. Jasper received Pokégear. The Pokémon Gear, or Pokégear, as it's often called, is what every trainer should have. Guess what? You can use the Pokégear to make a phone call too. Do you remember how? Yeah. Just power on the Pokégear and touch the telephone button, okay? The names of the people you can call are automatically registered. Just select one to give him or her a call. Wow, I can't believe it's so easy to make a phone call. Okay, dan gaan we nou naar Cherubrov City. Dat is westelijk. Omdat ik deze game al ken. So, wait one second. Sup. I almost completely forgot about this. Here, I'll give you my number.
Jasper registered Professor Elm in the book gear. I call you if anything comes up. Oké, en dan gaan we zo meteen het eerste gevecht, denk ik, doen. Ja, daar komt hij, het eerste gevecht. Een hoedhoed. Deze verslaan wij wel. De kwaliteit kan misschien iets lager zijn dan dit, maar... Ik weet niet waarom die iets verlaagt, de kwaliteit, maar als het maar leuk is, daar gaat het uiteindelijk om. Maar dit is geinig, het is ook zo'n 7.1 soort van surround. Want ik hoor alleen met een rechte koptelefoon als die gedamaged wordt, daar. Want dat hoor ik niet, omdat ik meestal mijn rechter ding van de koptelefoon niet op heb. Kijk, je ziet soms wat glitches, maar ja, dat komt omdat het niet op de DS gespeeld wordt. Anders kun je het best wel goed capturen. En ja, daar komt hij, de tweede Pokémon. Wat is het? Het is een hoedhoed. Alweer. En deze gaat veel moeilijker dood. Raar. Of misschien hadden we net een critical hit, ik weet niet, heb ik niet gezien eigenlijk. Maar we moeten in het begin natuurlijk een beetje trainen tegen wilde Pokémon. Later kan het gewoon tegen trainers allemaal en dan lukt het wel. Natuurlijk ook dan een beetje in het gras, maar... Vooral... Gewoon normaal. En we zijn level 6. Jee, we hebben smokescreen geleerd. Daar word ik echt blij van, hoor. Oké. Oh, wacht, raak even zo. Oké, dan gaan we verder. Nou hebben we waarschijnlijk meer power. Om hem dood te kunnen maken. Ja, zeker weten. Maar we zijn ook bijna in het startje, dus dat komt goed. Ik ben benieuwd hoe we straks onze vijand moeten gaan noemen. Maar in ieder geval is deze battle gelukt. En dan zijn we alweer bijna aan het einde van de video gekomen. Maar ik ga eerst even naar Cherry Grove City. You're a rookie trainer, aren't you? I can tell. That's okay, everyone is a rookie at some point. If you'd like, I can teach you a few things. Okay, then follow me. Oh, I'm sorry, I forgot that you weren't wearing the running shoes. I try to go as slow as possible, so try keeping up. This is a Pokémon Center. They heal your Pokémon in, and this is my master board, in no time at all. You'll be relying on them a lot, so you'd better learn about them. This is a Pokemon mart. They sell Pokeballs for catching wild Pokemon and other useful items. Route 30 is out this way. Trainers will be battling their Pokemon there. If you go a little farther, you'll see Mr. Pokemon's house. Nou, dat is nou toevallig.
dat hij dat even zegt. This is the sea, as you can see. Some Pokémon are found only in the in water. Logisch. Hier is my house. Volgens mij stond dat er. For you, effort keeping up with me, I give you my running shoes. They're still warm. Puntje. But you didn't I? Don't worry, these are brand new. Jasper received a running shoe from the guide, Gant. The instructions read, touch the sprint button on the touchscreen to sprint. It also says, hold B button down to sprint. Oké, wij kunnen steeds de B-knop ingedrukt houden, maar dat gaat te lastig. Dus wij zetten hem gewoon automatisch aan. Dat is chill in Pokémon Heart Gold. Maar mensen, we gaan even mijn Pokémon healen. En dan zijn wij klaar voor deze aflevering. We hebben als eerste een Cyndaquil gekregen. Oké. Oh, ik wou eigenlijk niet gaan. Maar hij doet nog even de map. Hup. I made it. I forgot about one thing. This is another token from me. Take it. The guide Gant loaded the map card on Jasper's Pokégear. Jasper's Pokégear can now show the town map. Select the Pokégear on the touchscreen and then select the town map icon. You see the map of the region you're currently in. The Pokégear becomes more useful as you add cards. I wish you luck on your journey. Nou, dan gaan we die nog heel even laten zien. En dan heb je hier Professor Elm en zo. Maar dan kun je hier naartoe. Om de map te zien. En dan is dit de map. En dan, zoals je ziet, gaan wij waarschijnlijk zometeen hier naar Violet City. Nou, dat weet ik wel zeker. Dan moeten we hier helemaal naartoe. Naar Azalea Town. Dan naar Goldenrod City. Dan moeten we hier omhoog naar Equateek City. Dan gaan we hier naar Cyanwood City. Dan gaan we terug naar Olivine. Dan gaan wij naar Meowgany Town. En dan gaan wij naar. Nou, en dan naar Lake of Rage. En dan weer terug. En dan gaan we naar Blackthorn City. En dan hebben we hier nog iets. En waarschijnlijk, nou, dat weet ik zeker. Nog wel veel meer stadjes die we gaan zien. Maar dat hou ik allemaal geheim. Een grote verrassing voor de volgende afleveringen. Als je het wil weten wat het allemaal inhoudt. Wat verder nog na dit verhaal gebeurt. Na de eerste 8 gyms en league en zo. Zoek het op YouTube. Als je het niet gespoild wil hebben. Blijf kijken. Ik ga dit waarschijnlijk dagelijks uploaden. Zolang ik niet ziek ben. Want ik ben de laatste tijd iedere keer ziek. Dus guys. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace.